Welkom bij een extra aflevering van het SSC TV Magazine. In verband met het coronavirus zit bij mij aan tafel burgemeester Servaas Stoop. Welkom burgemeester. Goedenavond. We hebben zojuist het persbericht ook weer gehoord. Er komen wel niet nieuwe maatregelen. In ieder geval de maatregelen die er nu gelden worden aangescherpt tot 1 juni. Wat vindt u daarvan? Ja, ik denk dat het terecht is. We zien dat in Nederland er een ongekende crisis is. Ik ben bijna 17,5 jaar burgemeester en ik heb dit nog nooit meegemaakt. Dat we in zo'n lange tijd in echte crisisomstandigheden moeten werken. Waarbij je ziet dat delen van de samenleving toch redelijk ontwricht raken. En ik kan me voorstellen dat het kabinet heeft gezegd, zeker ook na achterliggende dagen, hebben aangekeken wat er gebeurd is. Wij moeten de zaak verder aanscherpen. Ja, en dan is het logisch dat dat tot 1 juni is. U krijgt meer bevoegdheden, hebben we ook gehoord. Hoe kijkt u daar tegenaan? Denkt u die nodig te hebben ook daadwerkelijk? Nou, dat zal de vraag zijn of dat ze echt nodig zijn. Maar het is wel goed dat die bevoegdheden wel gecreëerd worden. Want op het moment dat je ze echt nodig hebt en ze zijn er niet, dan ben je eigenlijk een tandenloze tijger. Dan kun je geen maatregelen opleggen of dingen afdwingen. En het is goed dat er in de gereedschapskist van een burgemeester dan de mogelijkheid zit om wel maatregelen op te leggen. En daar die ook voldoende juridisch gefundeerd te hebben. Want ik kan wel bij wijze van spreken heel stoer een of andere maatregel afkondigen. Mm-hmm. Maar op het moment dat iemand naar de rechter gaat en de rechter toetst dat aan wet en regelgeving en het blijkt niet te kloppen. Ja, dan staat iedereen een beetje in zijn hemd. Ja, toch is het eigenlijk wel diep triest dat nodig is. Hè? Dat u normaal gesproken dan die bevoegdheid niet heeft. En dan dat nu wel nodig is, omdat waarschijnlijk mensen zich niet aan regels, belangrijke afspraken kan houden. Ja, maar dat heeft wel mee te maken dat de rol van burgemeester die is veelzijdig. Hè? Ik heb al eens vaker gezegd hoe mooi het ambt is. Aan de ene kant ben ik dus verantwoordelijk voor de handhaving van de openbare orde en veiligheid, ook in crisissituaties. Dan moet je voldoende maatregelen kunnen opleggen, voldoende van je bevoegdheden gebruik kunnen maken. Aan de andere kant zien we ook dat de burgemeester een belangrijke sociale rol heeft, in de rol van burgervader of burgermoeder. Dan moet je juist andere gereedschappen uit de gereedschapskist kunnen gebruiken en niet per se met bevoegdheden of maatregelen moeten zwaaien. Maar in dit soort crisisomstandigheden, dan moeten sommige dingen gewoon opzij gezet worden. En dan is het handig dat wij die instrumenten hebben, zodat we ze zo nodig kunnen gebruiken. Ziet u als het gemeentelijke ambt ook uitdaging als het gaat om beslissingen nemen? Bijvoorbeeld in de gemeente West-Betuwe? Nou, we hebben als burgemeesters, maar dat is meer in het algemeen, voldoende training kunnen doorlopen om onder crisisachtige omstandigheden te kunnen opereren. Dat wordt ook van ons verlangd. Mm-hmm. Maar we zien nu al dat een heel aantal beslissingen, die worden zelfs niet door de burgemeester van een individuele gemeente genomen, maar door de regio-burgemeester, dus in dit geval als het gaat om Gelderland-Zuid, door burgemeester Bruls van Nijmegen. En volgens de wet mag hij besluiten in zijn eentje nemen. Ja. Maar er vindt wel afstemming plaats. Dus hij wordt geadviseerd ook door een team. En hij spart met zijn collega's of dat het verstandig is om een bepaalde maatregel te nemen. Om te voorkomen dat we daar onderling later discussie over zouden krijgen. Ja, eigenlijk ook wel een beetje logisch. Ja. En hoe zit het met de bewoners in uw gemeente? Zijn er veel mensen getroffen door het coronavirus? Of is u dat niet bekend? Nou, voor zover ik nu weet, is er bij 15 mensen een positieve test gedaan. Dus zijn zij besmet met het virus. Uit oogpunten van privacy worden de gegevens van de personen niet doorgegeven aan de burgemeester of aan de gemeente. Dat begrijp ik ook. Dus ik heb ook geen contact kunnen leggen. Los van de vraag of dat ik dat al zou kunnen, omdat je als je eenmaal daaraan begint, je het misschien niet op termijn meer vol kunt houden. Nee. Maar laat ik dit zeggen, dat ik voor zover ik nu weet, worden die mensen thuis verzorgd of verpleegd. Dus zijn ze in thuisisolatie en is geen van de inwoners van West-Betuwe in het ziekenhuis opgenomen. Het laat onverlet dat het natuurlijk een heftige situatie is. Op het moment dat iemand besmet is met het virus en thuis in isolatie zijn ziekteperiode moet doormaken. Dat betekent dat die periode ook heftig is. Hè? Want we zien op de journaals en in andere nieuwsmedia de beelden. We krijgen de reportages van situaties rondom de ziekenhuizen, met name de intensive care afdelingen. Ja. Maar onderschat ook niet wat het voor iemand thuis betekent om heftig ziek te zijn. Ja, vooral de jongeren werd net ook al in de persconferentie aangehaald. Hè, dat die kennelijk nogal denken van, het overkomt mij niet.
Ziet u die trend ook binnen uw gemeente of ziet u juist hele mooie initiatieven ontstaan waar ook weer jongeren bij betrokken zijn bijvoorbeeld? Van beide is het zichtbaar. Aan de ene kant zien we initiatieven dat er over kan gegaan worden tot hulp betonen. Dat mensen aandacht voor elkaar hebben door middel van het maken van een tekening of het schrijven van een kaart. Dat vind ik heel positief. Aan de andere kant heb ik ook wel in de achterliggende dagen situaties via een foto of via een berichtje naar me toe gekregen. Waarbij er gewaarschuwd werd voor een groep die ergens een spel aan het doen was of aan het voetballen was. Waarbij je, als je de foto zo bekeek, de groep voor dat perceel in ieder geval te groot was. Mm-hmm. Dus daar gold niet de 1,5 meter afstand. En dat is dan iets om aandacht aan te schenken. En daar hebben we ook op in geïnvesteerd door middel van de jongerenwerkers om daar aandacht voor te hebben. En zo nodig ook om dat af te dwingen, om dat dus te stoppen. Ja. Heeft u nog iets te zeggen tegen de inwoners van de gemeente om zijn hart onder de riem te steken? Nou, om te beginnen wil ik meeleven met de mensen die dus ziek zijn. Ik hoop dat zij met de middelen die ervoor zijn ook spoedig zullen genezen. En dat ze weer volledig zullen genezen. Dat er ook geen zogenaamde restverschijnselen zullen zijn. En overigens roep ik er nogmaals iedereen toe op om vooral die landelijke afgekondigde maatregelen strikt in acht te nemen. Zojuist is door de minister-president en de minister van Veiligheid en Justitie dat ook benadrukt. Als je het al niet voor jezelf noodzakelijk vindt, je bent een risico voor een ander op het moment dat je het niet in acht neemt. Ja. Dus uit een oogpunt van verantwoordelijkheidsgevoel en ook maatschappelijke en persoonlijke solidariteit ga ik ervan uit dat iedereen eraan mee wil werken om de verspreiding van dit virus zo snel mogelijk te stoppen. Laten we daar maar van uitgaan en dat is het beste. Mag ik u bedanken? Tot ziens.